Welkom lieve luchttekens, vandaag de Lightseerstroon, de Tea Leaves. We gaan kijken wat er tafel komt. Kan liefde zijn, persoonlijke ontwikkeling, familieleden, vriendschappen, alles wat er maar bij het dagelijkse leven hoort. We gaan dus kijken naar de luchttekens, dus dat zijn de tweelingen, de weegschalen en de watermannen. Ben jij zo iemand of heb je sterke plaatsingen of kijk je als crosswatcher omdat je te maken hebt met zo iemand of spreekt de titel je aan of wat dan ook, ben je natuurlijk altijd van harte welkom. Wat moeten wij weten voor de luchttekens? Wat moeten wij weten voor de luchttekens? Ik hoorde, ik heb er genoeg van. Ik ben aan het einde van mijn Latijn en dan krijg ik disappointment in some affair. Dus je bent ergens ontzettend teleurgesteld in. Misschien heb je wel teleurstelling naar teleurstelling. Maar blijf positief, hoor ik. Er komt iemand naar je toe, iemand die jou bewondert, een geheime aanbidder, die jou heel veel rust en harmonie kan brengen. Misschien heb jij de liefde of het vertrouwen in de liefde de rug toegekeerd. Nou. En deze. En komt er een geheime aanbidder om de hoek kijken die jou over die teleurstelling of teleurstellingen heen helpt. Ja, je zit erg in je emoties van ik wil mijn hart beschermen. Het is de zoveelste ervaring die ik los heb moeten laten. En het is teleurstelling op teleurstelling. Voor sommigen moet je bepaalde pijn en verdriet loslaten. Of gaat die geheime aanbidder jou helpen om dat pijn en verdriet los te laten? En je kiest duidelijk dus voor je geluk, voor je rust. En het kan zijn dat die teleurstelling, dat je die uiteindelijk gaat helen. Het kan een teleurstelling uit het verleden zijn. Het kan ook een geheime aanbidder zijn die ziet dat jij pijn en verdriet hebt, teleurstelling na teleurstelling hebt gehad. En dat ze jou in eerste instantie de ruimte geven om te helen. Wat mogen wij nog meer weten over die teleurstellingen in de liefde? Ja, dat ga je overkomen. Met de 9 van bekers ga je uiteindelijk weer terug gelukkig worden. Die geheime aanbidder, ik heb het gevoel dat deze persoon naar je kijkt, maar niks zegt. Dus het kan zijn een collega op het werk bijvoorbeeld, die stiekem naar je kijkt, maar dat je het niet in de gaten hebt, omdat je druk bezig bent met je werk. Het heeft met het werk te maken, dus het kan zijn, ik hoor begluren, maar wel op een gewone manier, niet een of andere viespeuk of zo. Ze zien dat dat jij bepaalde keuzes maakt en dat je daar de wijsheid over hebt, dat je daar de waarheid over praat en dat jij dus bepaalde keuzes, moeilijke keuzes hebt gemaakt in je leven voor rust en harmonie te krijgen. Daar ben je eerlijk en oprecht over. En ze zien dus ook wat jij allemaal hebt moeten verduren. Het kan zijn dat deze persoon ziet, of dat jij zelf inziet, dat je altijd van je problemen weg hebt willen rennen. Maar ja, dan komt het toch weer net zo hard terug. Dat jij meer en meer in balans raakt. Het kan een weegschaal zijn die jou bewondert, admireert, hoor ik. En ze zien dat jij steeds meer zelfvertrouwen krijgt. En ze willen dat gaan onderzoeken. Dus uiteindelijk willen ze naar je toe komen of contact met je opnemen. Wat is het advies voor de tweeling?
Iemand wil jou beschermen. Dat is een goede vriend of vriendin. Een diepe persoonlijke kracht en rust, wat uiteindelijk jouw succes brengt. En wat nog meer. Together with friends. Dus het zou goed kunnen zijn dat als jij weer eens een keer je vrienden opzoekt, dat je je dan goed voelt. Of dat je dan bepaalde teleurstellingen kunt delen. Dat je terug in balans komt, zwart en wit. Of dat je dingen kan nuanceren, omdat die vrienden dat die ook bepaalde ervaringen hebben opgedaan. En misschien dat je dan ook qua visie verandert, qua perspectief, dat je het niet allemaal meer zo zwart-wit ziet. Dat is wat ik heb voor de tweelingen. We gaan nu door naar de watermannen. De watermannen. Wat mogen wij weten voor de watermannen? De watermannen. Nee, niet de watermannen, de weegschalen. Eerst de weegschaal, dan de waterman. Oké, de weegschaal, sorry. Weegschaal energie, spirit en guides. Weegschaal energie. Weegschaal energie. Het kan zijn dat die secret admirer, dus die geheime bewonderaar, dat een waterman is. Wat mogen wij weten over de weegschalen? Laat me het weten als het zo is. Laat me sowieso weten als het resoneert. Wat mogen wij weten voor de weegschaal? Meest belangrijke berichten voor de weegschaal. Je maakt je te veel zorgen over seksuele zaken. Je hebt te maken met een mannelijke persoon. En je bent ergens in teleurgesteld. Het kan zijn dat je teleurgesteld bent over het algemeen in mannen. Omdat je denkt dat mannen maar één ding in één ding geïnteresseerd zijn. Of alleen maar aan één ding denken. Daar kan jouw teleurstelling op gebaseerd zijn. Of je bent gewoon teleurgesteld over het algemeen in mannen. Wat mogen wij weten over de rabbit? Ik denk dat jij je te veel zorgen maakt over de toekomst. En het kan zijn dat jij, voor sommigen ben je aangerand geweest, voor anderen ben je verkracht geweest, sorry. Maar dat krijg ik door. En daardoor ben je bang voor de toekomst. Als jij dus weer een relatie aangaat. Om seksueel contact te hebben. En B, om aan je gerieven te komen. Want het kan zijn door angst of teleurstelling. Dat je dan niet klaarkomt. Wees daar niet bang over. Dat komt allemaal goed. Je moet alleen maar tijd nemen om de boel te helen. En met de schildknaap van bekers, beetje bij beetje, jezelf de tijd gunnen. Uiteindelijk komt het helemaal goed. Kan zijn dat je een persoon hebt leren kennen, maar dat je toch bezorgd bent. Misschien gaat die persoon te snel voor jouw gevoel. Of te langzaam, of misschien komt die persoon te snel klaar, waardoor jij niet aan je gerieven toekomt, maar durf je dat niet te zeggen. Ik weet niet waarom dat allemaal zo doorkomt. Het is iemand die veel passie heeft, misschien te veel passie, waardoor ze dus te snel komen. Jongen, wat is dit voor een energie? Het kan zijn dat het iemand is waarbij jij wel het idee hebt van nou, het is een toekomstpartner of ik voel een soulmate connectie met die persoon. Misschien dat deze persoon juist zich te veel zorgen maakt over het feit van ja, ik sta altijd in vuur en vlam door de weegschaal, waardoor ik te snel klaarkom en dan kan zij of hij niet klaarkomen of dan doe ik de ander tekort. Ook dat krijg ik door.
Het kan zijn dat er teleurstelling is omdat er ooit eens een ander in het spel was. Maar daar hebben jullie flink met elkaar over gecommuniceerd. En daar zijn jullie uitgekomen. Dus uiteindelijk zijn jullie weer bij elkaar. Maar het kan zijn dus dat op seksueel gebied dat het nog niet helemaal loopt. Ik krijg ook meteen pijn op de solarplexus. Dus iemand is daar ontzettend onzeker over. Wat is het advies hierop? Voor de weegschaal. Het kan zijn dat je je gedachten wil afleiden en je helemaal stort op je werk. Of het is de ander. Het kan zijn dat deze persoon jou heel veel complimenten geeft. En het kan zijn dat jij of de ander uit een depressie komt. Omdat ze te veel zorgen hebben gehad of te veel teleurstelling hebben gehad. Het kan zijn dat je depressief bent geweest omdat de ander overspel heeft gepleegd met die drie van bekers. En dat dat natuurlijk een diepe impact heeft gemaakt. Maar dat is iets wat je achterwege kan laten. Dat is iets wat je los gaat laten. En uiteindelijk mag je minder tijd besteden aan het werk, want daar vlucht je in. En mag je meer openstaan voor de connectie. En je hoeft je niet te veel zorg te maken om het seksuele aspect. Dat is wat ik bij jullie doorkrijg. Oké. Okay. Nou, dat was bijzonder. Wat mogen wij weten voor de watermannen uiteindelijk? Wat mogen wij weten voor de watermannen? Ik geloof dat ik zelden zo'n openhartige reading heb gehad over seksualiteit dan deze. Nou, rode oortjes zal ik maar zeggen. Wat mogen wij weten voor de watermannen? Wat mogen wij weten voor de watermannen? Wat mogen wij weten voor de watermannen? Meest belangrijke berichten voor de watermannen. Mensen die met de waterman te maken hebben. Wat mogen wij weten voor de watermannen? Nieuwe creatieve ideeën, een nieuwe verse start. Iets te vieren hebben, blij zijn, gelukkig zijn en excitement. Dus je bent ergens gespannen over, maar... Het is een positieve gespannenheid. Ergens naar uitkijken. Creatieve nieuwe start. Kaart 19. Dus er komt een einde is ergens aangekomen. Of je hebt ergens duidelijkheid over welke kant, welke richting je uit wilt. En ja, dat is zonneklaar. Het maakt je ook gelukkig dat je eruit bent. Dat je weet welke kant je op wil. En nu wil je het gaan vieren, nu je het duidelijk hebt. Het kan wel zijn dat je zelf terughoudend bent. Dus je bent het wel aan het vieren. Dat je bijvoorbeeld een lekker drankje neemt of anderszins. Maar je houdt het nog wel voor jezelf. Dus het kan zijn dat je misschien waakt voor concurrenten. Of dat je het eerst op poten wil zetten. Of dat je eerst door een bepaalde fase heen wil komen... Voordat je andere mensen informeert erover. Het is iets wat in de kinderschoenen staat. Iets waar je mee bezig bent. Iets wat je aan het ontwikkelen of aan het bouwen bent. Je bent er zeer enthousiast over. Maar je houdt het nog even voor jezelf. Het is het is iets waar je lang over na hebt gedacht. Iets ook waar je emoties in kwijt kan. Het doet je veel. En uiteindelijk heb ik het gevoel dat je denkt dat het een grote kans van slagen zal hebben. Het geeft je een goed gevoel. Het geeft je wensvervulling. En het geeft jou als goed is ook een fundament. Ondanks dat je het nog voor je houdt, denk ik wel dat je achter de schermen heel veel doet. Je bent al aan het investeren, je bent al nodige aanpassingen aan het doen. Voor hier en daar zelfs misschien wel in het geniep. Dus als jij zeg maar bij je baas weg wil
Hè, en je hebt een bijbaantje dat je aan het bijsnabbelen bent of wat dan ook, maar je houdt het in ieder geval stil. Het kan ook zijn dat je op een gegeven moment voor een andere organisatie, bedrijf gaat, mogelijk de concurrent werken en dan moet je dat natuurlijk ook stil houden. Het kan ook zijn dat je je eigen baas wordt en dat je dus mogelijk, ik hoor voor sommigen dat je verleid kan worden om bijvoorbeeld de klantenbestand mee te stelen. Doe dat niet. Je kan je eigen cliëntel zelf gaan opbouwen. Dat heb je niet nodig. Dat hoef je niet bij jouw werkgever weg te jatten. Dus doe dat niet. Dat kreeg ik even zo door. Hoeft niet voor iedereen te zijn. Dus je bent ontzettend blij, enthousiast over dit nieuwe begin. Uiteindelijk, als het zover is, als je een bepaalde fase hebt afgerond, zal je zeker ook daarmee in de media komen. Of je komt met een officiële mededeling, of er komt een opening van het pand, of nou ja, wat het dan ook is. Je gaat erover communiceren als de tijd daar is. Wat uiteindelijk jouw besluit is geweest om hiervoor te gaan. Voor de meesten is het een besluit om je eigen bedrijf te openen. En jij bent daar met je volle overtuiging mee bezig. Wat is het advies? Een nieuw persoon zal je leven binnenkomen. Deze persoon kan jou enorm veel helpen. Kan zijn dat deze persoon donker haar heeft. Kan zijn dat deze persoon een vrouwelijke energie is. Kan zijn dat deze persoon al ervaring heeft op het vakgebied. Een vriend op afstand denkt aan jou. En blijf doorzetten, want in beginsel, zeker als je het hier hebt over je eigen bedrijf starten of een onderneming, is natuurlijk moeilijk, ga je tegen bepaalde problemen aanlopen. Vandaar dat ik ook zei van die nieuwe persoon die in jouw leven komt, geef die de ruimte. Want dat is iemand die ervaring heeft en die kan jou misschien ook bijstaan of adviseren bij bepaalde problemen die zich kunnen aandienen. Dankjewel voor het kijken. Veel liefde en licht. Namaste.